Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 10 maart. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Vandaag op de planning de schoonmaak van de woonkamer. En daarna ga ik nog even lekker bullet journalen. Dus eigenlijk gewoon de standaard dingen. Ik moet niezen. Oh, hij komt niet. Ik heb voor het eerst een click-and-collect bestelling gedaan bij de Action. Die kan ik morgen al ophalen. Het was nog even spannend, want ik had gisteren mijn coach geappt omdat we het daarover hadden gehad. Toen zei ik van of zij ook nog dingen ging bestellen. Moest ze nog even kijken, maar het was voor haar goed om het op te halen. Ze zegt, nou, hoe laat ben je er dan? Want je moet natuurlijk een tijd kiezen. Ja, Mickey, wat is er? Nou, zegt ze, laat ik je straks even weten. Maar ik had gisteren niks meer gehoord. Toen had ik dus vanochtend al een appje gehad dat ze er om 12:30 zou zijn. Dus ik ging kijken en ik kon gewoon tussen 1 en 2 morgen mijn bestelling nog ophalen. Dus dat viel me echt reuze mee. Dus misschien ook wel het verschil tussen de stad en een dorp. Soms in de stad heb je meerdere Action filialen. Maar er was gewoon nog tijd. Dus ik ben heel blij. Ik ben heel benieuwd morgen wat ik ga aantreffen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb ook nog even een telefoontje gedaan. Dus dat was ook top. Gisteravond gewoon heerlijk televisie gekeken. Mickey. Goede tijden was nu Ferry Doelens voor het laatst samen met Tiffy. Maar zij heeft zo'n moeilijke naam. Die kan ik niet zo goed uitspreken. Dus die gingen allebei de serie verlaten. Daarna heb ik Verslaafd gekeken. En dit is nou de tweede aflevering die ik zie. En ik blijf erbij. Het gaat te makkelijk. Ik zei het vorige week ook al. Maar ik heb wel het idee sinds ze gewoon in Nederland hun... Ja, dat gaan volgen, zeg maar. Het is eigenlijk maar een maandje. Het gaat maar iets te makkelijk. En dat merk je dan ook wel op het laatst. Want deze man die was aan het einde wel gewoon clean, zeg maar. Hij had tijdens de test niks gebruikt. Maar hij is later wel weer in verval gekomen. En hij is teruggevallen. En natuurlijk, dat kan altijd gebeuren. Maar het is altijd wel de hoop, te hopen dat ze het dan toch wel weer gaan oppakken. Want anders denk je, is het toch allemaal wel voor niks geweest. En... ja, ook de familie stelde niet echt eisen van als je het niet doet, ga je uit huis of zo. Dus ja, het was meer zo van moeder en zoon, zeg maar, terwijl het gewoon een koppel was. Dus ja, ik zei ook nog tegen mijn moeder, ik zeg, zie je, het gaat toch weer mis. En maar ja, goed. Ik weet niet, misschien was het toch beter geweest om zo'n programma dan toch te maken zodra het allemaal weer een beetje zou kunnen. Dat ze ook weer naar het buitenland zouden kunnen. Maar goed, we weten natuurlijk ook niet hoe lang dit allemaal nog duurt. Dus aan de andere kant snap ik ook wel dat je zo'n programma gaat maken. Maar of het echt heel erg veel effect heeft op dit moment, durf ik niet te zeggen. Ik heb daarna even Bo en Flora dorp gekeken. Was ook wel interessant. En ik heb even uitstel van executie afgekeken. Nicky! Oh, wat is dat voor vee? Oh, het is muis. Muis! Toen ben ik de vlog gaan afmaken. Dus die is lekker klaar. Ja, gaan. Ik heb mijn foto's bewerkt. Dus wat dat betreft een productieve avond. Dikte gekeken. Het was zo spannend. En er is iemand... ik denk dat er iemand is overleden. Maar ik weet het dus niet zeker. Dus ik ga het vanavond zien. Maar ik kon eigenlijk niet wachten. Dus ik ben gelijk naar de aflevering gaan googlen. Of dat personage dus dood was. Kon ik niet vinden. Maar ik kon eigenlijk niet wachten. Dus vanavond ga ik het weten. En toen heb ik Het Meisje van Plezier gekeken. Dus een heerlijke avond gehad. Dus helemaal top. Ik ga nu even lekker sop maken. Ik ga eerst eventjes een wasje aanzetten. Ik heb nog wat plek. Ik heb de handdoeken opgehangen. Hier kunnen nog wat was. Kan nog wat bij. Dus dat moet even gebeuren. En dan ga ik lekker aan de schoonmaak. En dan ga ik daarna nog even lekker bullet journalen. Maar eerst maar even zorgen dat de boel hier weer even lekker fris is. Ik ga lekker een muziekje aanknallen. En dan ga ik even lekker wat doen. Want ja, dan heb ik weer een schone woonkamer. Ik heb het wel weer koud. Maar daar heb ik wel zin in. Dus dat is voor nu even de planning. Verder heb ik ook niet zo heel veel te melden. Want er is niet echt wat gebeurd. Dus ja, ik ga even een wasmiddel pakken. En dan ga ik eerst maar even een wasje doen. Thank you.
Zo, klaar met alles. Lekkere schone woonkamer. Ik heb het ijskoud, maar dat geeft niet. De woonkamer is weer heerlijk schoon, dus geeft me altijd weer een prettig gevoel. Ja, ik baal dan altijd wel weer dat je daarna toch weer kattengrietjes tegenkomt. Maar goed, dat hou je met katten en dat is gewoon een acceptatieproces. Ik heb ook nog heerlijk even gebullet journaled. Ik heb zelfs een groot deel van de was heb ik in de kast gelegd, want mijn wasmand die peilde uit. Het moest gewoon de kast in. Ik ben een paar truien vergeten, die moeten er nog even in, maar mijn handen zaten ook wel heel erg vol. Dus ik denk ook niet meer dat ik nog meer had meegekregen. Maar dat kan morgen ook nog prima. Ik heb mijn kleding al klaar voor morgen. Ik heb al schoenen gepakt, mijn boodschappentas. Dus ik hoef morgen, als ik wakker ben, niet naar boven. Dus dat is ook wel lekker. Verder, was dat het ook wel. Gewoon lekker even bezig geweest. Ik heb nu nog een was draaien, de witte was. En ik blijf daarbij. Drogen is gewoon een probleem hier. En dat is gewoon als je wat kleiner behuisd bent. En ja, weet je, een droger zou een uitkomst zijn. Alleen ik weet nu gewoon even niet waar ik dat kwijt moet kunnen. Dus dat is allemaal een beetje puzzelen. Maar wie weet ooit als er nog eens een keer een groter huisje voorbij komt waar ik kans op maak. Wie weet dat het dan allemaal weer heel anders is. Maar voor nu is het gewoon accepteren. Ik hoop wel dat mijn washandjes snel drogen. Want ik heb echt bijna geen washandjes meer. Dus dat hoop ik wel. Dat was het ook eigenlijk wel. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen. Lekker warm. Eten. Dan kijk ik Goede Tijden. En vanavond heb je die beauty camper van Chantal. Volgens mij is Chantal's beauty camper. Dat vond ik vorige week zo leuk. Dus dat ga ik lekker kijken. Ga ik daarna nog even de laatste K van Carlijn kijken. Want die heb ik nog staan. Dan ga ik eventjes nog mijn thumbnail maken voor de vlog. Dan kan die geüpload worden vanmorgen. Of ingepland. Even mijn artikel schrijven en dat is het dan ook. En dan is de dag ook wel weer voorbij. Dus nog gewoon even de basisdingetjes. Maar dat vind ik niet zo heel erg. Vind ik altijd wel lekker om mee bezig te zijn. Ik heb ook ben ook zo'n heerlijk boek aan het lezen. Oh, daar kan ik me dan zo op verheugen. Als ik dan naar bed toe ga, weer lekker even een pootje lezen. Ja, heerlijk. Uiteraard ga ik naar Dikte kijken, want ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe dit nu verder gaat. En ik ga weer het Meisje van Plezier kijken, dus dat wordt verder mijn avond. Niet heel bijzonder. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Ik weet niet of er morgen veel te vloggen valt. Ik ga natuurlijk morgen even mijn bestelling ophalen bij de Action. Dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Maar even de boodschappen doen. Dus ik zou bij deze gewoon zeggen, ik zie jullie morgen weer. Goedemiddag, op deze donderdag, het is 11 maart. Ik ga me eventjes klaarmaken, want het liep allemaal weer een beetje uit. Ik ben een beetje verlaat. Nou, soms heb je van die dagen. Ik ga zo boodschappen doen. Dan als ik terug ben, ja, even kijken. Ik denk dat ik nog wel wat kleine dingetjes kan doen. Ik ga zo mijn Actionbestelling ophalen. Ik ben niet gebeld dat er problemen mee waren. Dus ik ga ervan uit dat het goed is gegaan. Maar het is natuurlijk eventjes spannend wat erin zit. Ik had ook een cadeautje voor mijn vader besteld voor zijn nieuwe huis. Ik dacht, ja, een bloemetje kan wel. Maar ja, ik moet hem natuurlijk nu al kopen. En ja, ik denk niet zo heel handig. Dus ik hoop dat het erin zit. Anders moet ik nog even iets anders verzinnen. Maar gisteravond heb ik lekker de Beauty Camper van Chantal gekeken. Ik vind dat echt een fantastisch programma. Ik lig ook helemaal dubbel op Fred van Leer. Hij is echt heel grappig. Ik vraag me wel een beetje af, zeg maar, of dit is opgenomen voordat wat hij allemaal heeft meegemaakt of erna. Want anders is hij er wel alweer heel goed uitgekomen, moet ik zeggen. Maar dat weet ik dus niet. Maar het is echt wel een heel erg leuk programma. Daarna heb ik de laatste K van Carlijn gekeken. Was ook heel heftig. Ik hoop eigenlijk nog op een seizoen 2, want ik vind het echt een hele goede serie. Dus ja, dat eigenlijk. Toen heb ik de thumbnail gemaakt. Ik heb mijn artikel geschreven, dus dat is allemaal af. Ik heb al een klein beginnetje gemaakt met de video voor zaterdag. Want ik wil eigenlijk zoveel mogelijk af hebben, want zaterdag gaat super vroeg mijn wekker al. Mijn vader komt ophalen tussen 8:15 en 8:30. Dus 7:15 gaat de wekker, dus dat ben ik niet gewend. Dus dat.
De dikte gekeken. Nou, de persoon waarvan ik dacht dat hij overleden was, die is helaas ook overleden. Dus ja, dat was wel eventjes een minpuntje, want nu heeft ook, gaat om een politieman en die collega heeft nu ook overplaatsing aangevraagd. Dus ik denk dat je nu ineens heel veel nieuwe personages gaat zien, dat vind ik dan altijd even wennen. Je weet op een gegeven moment een beetje van, oh, dat is dat personage, dat is dat personage, dan moet je heel erg gaan wennen, maar goed. En daarna ben ik gaan kijken naar Het Meisje van Plezier. Dus ik heb nu aflevering 3 gezien. En daar ga ik zondag weer lekker verder mee. Dus wat dat betreft was het een prima avondje. Nu ga ik dan zo meteen boodschappen doen. We hebben ook te horen gekregen dat het huis van mijn oma volgende week al opgeleverd wordt. Dat het koop dan definitief rond is. En dat zou eigenlijk eind maart zijn. Dus dat was natuurlijk voor mijn moeder ook wel eventjes wennen. Die gaat er dan ook heen, want dan moet er officieel getekend worden. En dan is het klaar, zeg maar. Dus dat allemaal. Ja, verder eigenlijk niet heel veel gebeurd meer in de tijd dat ik jullie niet heb gezien. Ik heb wel lekker gegeten. Slapen ging op zich oké. Ik werd wel wakker van de wekker nu. En ja, ik merkte wel dat ik nog wat moe was. Dus ja, ik weet eigenlijk niet of er nou nachtmerries waren. Het zal wel niet, als ik me niet herinner. Dus dat, ik heb ook een nieuwe outfit aan. Die laat ik jullie zo meteen nog wel even zien. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Dus dat, ik heb nog even de was opgehangen gisteravond. Dus dat is allemaal ook gebeurd. Ik ga me eventjes verder klaarmaken. En dan laat ik jullie zo eventjes mijn outfitje zien als ik klaar ben. Want dan kan ik zo nog even gauw stofzuigen. Dus dat ga ik even doen. En dan zie ik jullie zo. Mijn outfit. Ik heb vandaag de broek weer aan van de Lidl. Die ik vorige week ook aan had. Met mijn laarsjes. Ik heb een nieuwe vestje aan. Ook van de Lidl. Die zit echt heerlijk. En ik heb mijn Mighty Bellen shirt aan. En die wilde ik eigenlijk afgelopen zaterdag aantrekken. Want ik had toen met kerst verteld. Bij mijn vader en zijn vriendin. Maar ja, ik heb een nieuw shirt besteld. Toen weet ik nog dat ze zei. Ah, toch niet weer voor Martine. Zei ik, ja, zeker wel. En ik had hem sinds kerst niet meer gezien. En ik dacht, oh, dan ga ik hem aantrekken. Maar toen kon het niet, toen moest ik oude kleding aan en mijn cozy is ook helemaal fan. Dus ik dacht, nou, is wel leuk. Maar het vestje is ook echt heerlijk. Ja, ik hou ervan, ik ben er helemaal dol op. Het is echt winderig buiten. Het lijkt wel een beetje herfst. Ik heb een beetje Sinterklaas vibes, de wind waait door de bomen. Maar goed, ik ga nog even wat, even gauw wat drinken. Dan ga ik naar de wc en dan zal mijn coachje zo wel zijn, want het is bijna 12:30. Dus dan gaan we eventjes op stap. Maar het is niet leuk, want het regent. Maar goed, ik doe mijn muts op. Mijn capuchon, maar niet een gewone muts. Dus dat ga ik even doen. Dan zie ik jullie weer als ik terug ben. Zo, inmiddels alweer terug van de boodschappen. Ik was rond 2 uur alweer thuis. Dus het ging allemaal vrij vlotjes. Mijn coach ging ook gelijk door. Dus ik ben nu weer alleen. Ik heb net even een broodje gegeten met wat drinken. En even een vlogje gekeken. Ik ga jullie even de boodschappen laten zien. Wat ik heb gehaald. De Action. Het ging heel soepel. Vertel ik je meer over in de shoplog die volgende week online komt. Maar ze hadden niet alles op voorraad. En dat was wel jammer. Zo ook het cadeautje voor mijn vader zat er niet bij. Dus nu heb ik geen cadeautje helaas. Dus dat vind ik wel jammer. Ik pak gewoon even de tassen erbij. Dan gaan we gewoon even draaien. Ik heb allereerst weer de spekjes gehaald. Mijn geld stelt hij niet echt lekker scherp. Wacht eventjes. Ja, daar was hij. Even slaafdrink meegenomen. Hier eventjes de afwasmiddel. Want ik heb nu deze gisteren aangebroken. Die is heel lekker. Kijk trouwens even hoe mijn nagels eruit zien. Het gaat er vanavond af. Het ziet er vreselijk uit. Ik heb ook weer even de Preacher's Peace meegenomen. Ik heb Haricot Fresh meegenomen. Weer zo'n zak met patat. Ik heb ook nog de blauwe, de Happy Heaven. Dus je kan er zometeen gelijk eentje weer beneden blijven. Ik heb nog eventjes volle melk meegenomen. En ik kwam deze tegen. En ik wist dus niet of ik nog zo'n ding had. En deze was maar een eurotje. En ik moet even boven kijken of ik nog heb. Maar volgens mij niet. Dus die heb ik ook meegenomen. Even de volgende boodschappentas pakken.
Ik heb ook nog cola gehaald trouwens. Maar ik ga het zo gelijk eventjes boven opbergen. Dus ik ben nou toch super vroeg. Eventjes de... Oh, het is zwaar. Het is heel zwaar. Ik heb boontjes. 4 zakken aardappelschijfjes, want die waren in de aanbieding. Ook weer even chutjes meegenomen. Was nu weer 2 voor een euro. Dus ik heb er 4. Ik heb huishoudhandschoenen. Dan heb ik een fles met spa cactus. Dat vind ik altijd heel lekker. Nou, nog een chutje. Nog meer aardappeltjes. Zakje pindas. Chocomelletje. Ik kan trouwens ook hier blijven. Ik heb dit drankje meegenomen. Was nu een eurotje. Dus dat is ijskoffie. Leek me wel heel lekker. Lange houdbaarheidsdatum ook. Frietsaus. Die had ik nieuw aangebroken. Dus weer even een nieuwe. Ook weer even een flesje chloor. De allerbelangrijkste. Mijn bakbroodboter. Nou, nog 2 chutjes. Een zakje aardappelschijfjes. En ik heb dit kaartje voor mijn vader. Nieuw home. Nieuwe woning. Dus die ga ik dan wel meenemen. Ik baal wel echt dat cadeautje niet bij. Maar goed, het is niet anders. Ik ben ook nog even bij het kruidvat geweest. Ik had mijn medicijnen even opgehaald. Maar dat was ook gezeik. Want ik had mijn medicijnen, die moest ik weer hebben. Zeg maar, die ik had besteld. En die zaten niet in de service locker. Dus ik was naar binnen gegaan. Ik zei, ja, die medicijnen zitten er niet in. En die waren ze vergeten om goed af te scannen. Dus die moesten ze helemaal opzoeken in die machine. Ging gelukkig vrij vlot. Dan heb ik ook nog deze gekocht. Dit is een meeeter verwijderaar. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Want ik heb er best wel veel last van. En het werkt eigenlijk niet met die, met die strips. Dus misschien als jullie het leuk vinden kan ik hier nog een video over opnemen. Maar dat moet je maar even laten weten. En ik heb eventjes... Kijk hoor, een pakje verband. Dus dat waren de boodschappen. Ik ga dit even opruimen. Ga ik even groente afhalen. Dan ga ik heel misschien nog eventjes met de la van de paletten aan de gang. Maar dan moet ik even kijken, want ik wil nog even bullet journalen. Dus dat is voor nu even de planning. Nou, zoals je kan zien, is hoe de oogschaduwlader er nu bij staat. En het is natuurlijk geen gezicht, dus ik ga alles even eruit halen. En dan ga ik even kijken of ik het iets anders kan indelen, want dit is gewoon echt geen porum. Kan ik hem ook gelijk even schoonmaken.
Nou, zo ziet het er nu uit. Het is nog steeds niet fantastisch, maar het is in ieder geval beter dan het was. Ik moet het gewoon even allemaal een keer helemaal anders gaan indelen, maar nu past het er in ieder geval weer wat meer in. Ik ga even mijn batterij opladen, want die is bijna leeg. Zo, ik heb weer even opgeruimd. Boodschappen liggen boven. Dus op zich, nog bezig geweest. Alleen Tijgertje die hoeft al, is alweer gestopt met eten. Die zat alweer vol, dus vind ik een beetje minder. Want dat vind ik echt een beetje raar. Want Tijgertje was altijd degene die ook heel goed kon eten. Maar nu even niet. Nog even gebullet journaled. Maar ik voel wel heel erg mijn rug. Ik had ook een beetje moeite met overeind komen. Met de, toen de paletten een beetje opnieuw had ingedeeld. Dus even rustig aan. De tassen waren ook vrij zwaar. Ik ga zo relaxen. Dan gaan we straks deze nagellak verwijderen. Want ik irriteer me. Douchen. Eten. Dan heb ik vanavond goede tijden. Chateau Meiland. Heel veel zin in. En de nameester Frank Visser doet uitspraak. Ga ik de foto's doen. Probeer ik nog even verder te gaan met de video voor zaterdag. En dan ga ik... ga ik dan doen? Dikte kijken. Zonnestad. En dat is ook eigenlijk wel niet echt heel veel spannends. Ik merk gewoon nu dat ik gewoon echt wel een beetje moe ben. Gewoon, ja, die rug die doet zeer. Ja, ik weet niet zo goed wat ik daarmee aan moet. Ik hoop straks weer even met de warme straal erop dat gewoon eventjes weer lekker een beetje normaal wordt. Maar goed, ik hoorde net ook dat de schutting bij mijn moeder, die waren wat planken losgelaten. Omdat het natuurlijk heel hard aan het waaien was. Ik schrok er ook wel even van. Ik zat ook echt meer in de bui met die boodschap. Ik had even iets van, nee. Dus ik probeerde nog te rennen, maar die jas die was echt helemaal nat. Dus ik hoop dat hij een beetje droogt. Maar goed, ik heb het kaartje al geschreven voor mijn vader. Dus die heb ik al klaar liggen. Dus ja, verder gewoon even dat, zeg maar. Oh, foei. Ik ga nu even lekker relaxen. Ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Want ik moet straks ook even de batterij opladen. Want die is leeg. Ik hoop vanavond mijn boek nog uit te lezen. Dus want het is zo spannend. En dan wil ik hem gewoon echt verder lezen. Dus ik ben heel benieuwd. Dus dat. Ik heb straks gewoon patat met vissticks. Dus op zich ook prima. En dan zou ik bij deze gewoon zeggen. Ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze vrijdag, het is 12 maart, ik ben klaargemaakt en het is letterlijk een hele goede middag voor mij, want ik heb super goed nieuws gekregen. Ik zal het even inleiden. Ik ben vorige week dinsdag naar het UWV geweest en ik heb eigenlijk niet verteld wat ik daar ging doen. Maar wat wil het feit? Ik heb een WAJONG-uitkering had ik aangevraagd. Mijn vijfde keer om te proberen. Ik heb dit jaar eerder al gedaan en elke keer werd het eigenlijk afgeketst. En toen heb ik begin vorig jaar heb ik nieuwe diagnoses erbij gekregen. Nou, toen kwamen we eigenlijk op een gegeven moment, toen liepen we tegen het einde van 2020, kwamen we op het punt van, nou, therapie stopt nu. Dus het is wat het is. Dus, dus op een gegeven moment zeiden we van, weet je, wat nu? Even appje beantwoorden. Toen zei ik op een gegeven moment tegen mijn coach van, goh, maar zou ik niet met deze diagnoses niet toch in de WAJONG terecht kunnen komen? Ik zeg, we kunnen het nog één keer proberen, want het is ook mijn laatste poging. Je kunt hem aanvragen tot je 30ste. Ik word dit jaar ook 30, maar toen ik hem aanvroeg, toen kon ik zeggen, ik word volgend jaar 30. Dus wij zijn in oktober 2020 zijn wij die aanvraag gaan doen. Heel veel papierwerk hebben we allemaal opgestuurd. Toen kreeg ik op een gegeven moment een brief. Uiterlijk 5 februari krijgt u de beslissing van het UWV. Maar ja, de tijd gaat best wel hard en de tijd verstreek. En het was op een gegeven moment februari. Maar ik had ook nooit een brief gehad of eventueel voor een uitnodiging of voor een gesprek bij het UWV. Dus op een gegeven moment was het 5 februari geweest. Toen zei mijn coach, nou laten we maar even gaan bellen. Dus ik heb toen gebeld. En degene die ik toen zou moeten hebben aan de telefoon, die was op dat moment niet aanwezig. Dus toen zei die mevrouw van, ja, dan word je teruggebeld. Of vandaag nog en anders maandag, want het was op een vrijdag. Toen dacht ik al wel, vandaag zal ik wel niet meer teruggebeld worden, want het is vrijdagmiddag. De meesten zullen lekker op tijd naar huis toe gaan. Dus ik denk het zal maandag wel worden. Die maandag ben ik ook niet meer gebeld. Dus ik dacht, lastig.
Toen appte mijn coach op een gegeven moment op woensdag. Ze zei van, ben je al gebeld door het UWV? Ik zeg, nee, nog niet. Ja, ze zei, maar je zou toch teruggebeld worden? Ik zeg, ja, dat klopt. Ik zeg, maar ik ben nog niet gebeld. Net op dat moment, even een paar seconden daarna, krijg ik telefoon van het UWV dat ze me heel graag wilden zien op gesprek. Dat ze me toch nog wel eventjes wilden spreken. Dus dat zou die 2 maart zijn, die week daarna. Nou, toen ben ik naar het UWV geweest. Toen heb ik ook natuurlijk gezegd van, toen ik terug was, ik kan er geen chocolade van maken. Ik weet het niet. Die man had heel erg een pokerface. Zij heeft het heel goed gespeeld. Ik kon er niks uit afleiden. En ik was zelf uitgegaan. Er gaat wel weer een weekje of 8 overheen. Ik heb ook niet gevraagd hoe lang het zou duren. Want het zou heel veel uitzoekwerk kunnen zijn, zei hij ook. Dus, nou ja, goed. Kijk ik gisteravond in mijn PostNL-app. Ik heb zo'n PostNL-app, dan kun je zien wat voor post eraan komt. En toen zag ik een brief van het UWV. En ik kreeg het helemaal warm. Ik dacht, oh, dan moet ik nog wachten tot morgen. Dus, op zich nog wel goed geslapen. Maar ik had natuurlijk wel in mijn achterhoofd die brief ligt straks op mijn mat. Dus na het sporten en aangekleed zijn, ben ik direct naar de brievenbus gewand en heb die brief opgehaald. En ik heb dus de uitslag gekregen dat ik dus nu de WAJONG heb toegekend gekregen. Een WAJONG is trouwens een uitkering voor mensen die al op jonge leeftijd ziek zijn geworden en daardoor dus niet meer kunnen werken. En dat is bij mij dus het geval. Ik ben nu ook afgekeurd voor 80% tot 100%. En eigenlijk valt die onder de 100%, want ik heb net ook eventjes het rapport gelezen van de arts. Dus ik heb dus nu een WAJONG gekregen en ja, ik ben er heel erg blij mee. Misschien vraag je je af waarom ben je er blij mee. Maar het is iets wat ik al jaren wist dat ik niet meer op de arbeidsmarkt zou komen. En ik heb dus nu de bevestiging dat het gewoon echt waar is. Dat ik dus ook echt me niet aanstel of zo. Dus dat voelt gewoon heel erg fijn. Dus daarom kan mijn weekend dan niet meer stuk. Ik ben helemaal happy hierdoor. Ik ga van het weekend ook lekker eten bestellen of afhalen. Dat ligt eraan morgen hoe laat ik terug ben. Moeten we even kijken. Ben ik rond etenstijd dat ik teruggebracht word, kan ik zeggen van, joh, wil je even stoppen bij de snackbar? Haal ik daar eten op en anders doe ik het lekker via thuisbezorgd. Heb ik nu verdiend, heb ik besloten. Dus dat is super top. Verder heb ik gisteravond lekker naar Chateau Meiland gekeken. Heerlijke aflevering, ik heb weer gelachen. Het was heel erg leuk. Daarna meester Frank Visser gekeken. Toen ben ik met de foto's aan de gang gegaan. Ik moet nog even 2 nieuwe maken. En ik was van plan om ook al verder te gaan met de video. Maar de foto's liepen een beetje uit. Dus dat is niet gelukt. Dus ik moet eigenlijk voor Flikken Maastricht al even flink aan het werk. Want ik ga vanavond iets vroeger slapen als normaal. Want ik moet morgen 7:15 mijn bed uit. En ik heb Dikte gekeken. En daarna heb ik weer gekeken naar Zonnestad. Dus heerlijke afleveringen. Wat heb je, Tijger? Ik ga zo even de kleding in de wasmachine doen. Dan ga ik eventjes de papieren inscannen van het UWV. Die zou ik even naar mijn coach doormailen. Ik ga lekker even bullet journalen. En ik wil misschien eigenlijk even al een paar van mijn kwasten wassen. Want dat is normaal morgen aan de beurt. Maar dat gaat morgen niet. Hou ik de kwasten die ik nog wil gebruiken wel eventjes apart. Maar kan ik degene die ik niet meer gebruik alvast even wassen. Dan kan ik zondag de rest even doen. Dan is dat in ieder geval klaar. Dus daar ga ik jullie dan wel eventjes bij zetten. Want zondag zal ik verder niet heel veel vloggen. Want ik denk dat ik zondag aardig naar het grootje ben. Maar goed, ik ga eventjes lekker die kleden doen. Dan ga ik stofzuigen, de kattenbak even scheppen. En dan ga ik even wat doen. En ik ga jullie erbij zetten. En ja, ik ga gewoon heel blij zijn. Want ik heb gewoon een hele fijne dag nu. Nou, ik heb dus net heel leuk deze kwasten even gewassen. Die heb ik dan morgen niet meer nodig. Hier zitten ook kwasten in. Maar de camera draait. Dus volgens mij heeft hij het niet echt vastgelegd. En ik zei dat hij erbij zou zetten. Maar dat is dus volgens mij niet helemaal goed gelukt. De was die draait. Dus gewoon een handwasje. Die hoeft niet zo heel erg lang. Ik ga eventjes de babyolie opruimen. Baby shampoo opruimen. Dan ga ik zo eventjes lekker bullet journalen. Ik heb een traanoog. Ik denk wel even dat ik een lampje aan moet doen, want het is wel heel donker. De handdoeken liggen weer lekker op zijn plek. Dus dat is ook mooi. Dus ik vind het eigenlijk wel heel grappig, want dit shirtje, dat matcht heel goed bij dit rokje. Kijk, dat
is een beetje hetzelfde. Ja, hij is iets donkerder, maar de kleur past heel goed. Dus ik vind het eigenlijk wel grappig. Maar het is zo'n donkere dag vandaag. Ik ga even lamp aan doen. Dan ga ik even lekker nog knutselen. En eventjes deze handdoeken, die moeten naar boven. Dit zijn oude handdoeken. Daar doe ik altijd de kattenbakken mee schoonmaken, zeg maar. Oh, volgens mij zit hier zelfs nog een goeie. Ja, dit is nog een goeie. Die moet nog terug naar de douche. Maar ja, het was een beetje vervelend dat de camera ging draaien. Dat was niet helemaal de bedoeling. En ik weet niet of ik morgen heel veel kan vloggen. Omdat ik dus met sjouwen en zo volgens mij elkaar schoonmaken. Dus. Maar ik moet zo nog wel ook even nog alvast spullen klaarmaken. Maar goed, ik ga nu nog even lekker bullet journalen. En nog eventjes genieten van het euforische gevoel dat ik heb. Zo, nog lekker even gebullet journaled. Ik baal er nog steeds een beetje van dat ik niet zo slim ben geweest. Oh, ik kreeg net even een appje van Nathalie, die is ook weer thuis. Zal ik even antwoorden. Ja, met dat kwasten wassen, dat niet zo slim was. Daar baal ik een beetje van. Maar ja, wijs het aan mijn blije gevoel. Dat ik vind het nog steeds zo onwerkelijk. Ik heb alles even ingescand en naar mijn coach toe gemaild. Zodat zij het ook even na kan lezen. En dan gaan we donderdag nog even verder bespreken. Ja, dat heb ik allemaal gedaan. Ik heb nu wel een klein beetje hoofdpijn. Ik heb ook al kleding gepakt voor morgen. Want morgen gaat heel vroeg de wekker. Om 7:15. Dan kan ik even sporten en even douchen. En dan kan ik, dan word ik tussen 8:15 en 9:30 opgehaald. Want dan is dus de grote verhuizing bij mijn vader. Dus dat wordt nog even weer een dagje helpen verhuizen. En dan zijn ze ook over en dan is het klaar. En dan is dat ook allemaal afgerond. Dus dat is natuurlijk wel lekker. Maar ik heb het nu ook koud en ik heb een beetje hoofdpijn. Misschien ben ik toch ineens dat ik zo'n blij gevoel heb. Ik weet het niet. Ik ga zo wel even een aspirintje nemen. Ga ik nog even lekker relaxen op de bank. Nou ja, dan moet ik vanavond dus nog even hard doorwerken. Oh, ik heb die foto's niet gedaan. Dat moet ik zo nog wel even doen. Die foto's moet ik nog even doen. Dan moet ik eventjes nog... dat moet bewerkt worden. Het moet allemaal geschreven worden. De video moet nog even in elkaar gezet worden. Ik moet nog even thumbnail maken. Maar je hebt om 8:00 niks. Dus kan ik mooi even doen voordat Flikken Maastricht komt. Want dan ga ik Flikken Maastricht kijken. En daarna Red Light. En daar verheug ik me heel erg op. Want ik vind het zo'n goede serie. Ik kan nog even doorwerken. En dan kan ik nog eventjes Dikte kijken. En zon zat. En dan ga ik ook naar bed. Iets vroeger dan ik normaal naar bed ga. Want ja, omdat ik nu wat minder lang kan slapen. Ik wil wel even een paar uur pakken. Anders ben ik zo gaar als een garnaal, zeg maar. Oh, volgens mij wordt dat niet. Gaar als een garnaal. Nee, je bent stoned als een garnaal, toch? Volgens mij haal ik een paar spreekwoorden door elkaar. Ik had trouwens gisteren nog wel Ajax gekeken. Die hadden ook gewonnen, dus dat was ook wel mooi. Ik kwam per toeval achter. Mijn vader zei, ja, nou, ik kan Ajax ook op de telefoon kijken. Ajax! Dus ik snel de computer erbij, snel de stream aan. Zo kon ik het nog lekker even volgen. Ja, ik ga nu eventjes die fotootjes doen, aspirintje nemen, even lekker relaxen en dan straks eten. En dan ga ik eventjes genieten van mijn avondje en even werken. Ik zie jullie dan ook gewoon morgen. Ik zeg er alvast bij, ik weet niet wat er morgen gevlogd gaat worden. Ik denk niet heel veel, want het is altijd een beetje lastig als je bezig bent met dingen en niet thuis bent. Thuis ben ik zo vrij natuurlijk als een vogel en kan ik vloggen wat ik wil. Want dat vind ik bij anderen toch altijd een beetje lastig, omdat niet iedereen erop wil. Maar goed, dat gaan we morgen zien. Ik ga nu in ieder geval eventjes mijn dingetjes doen. En nog even lekker genieten van mijn euforische gevoel. Ik dacht, zal ik een lekker alcoholisch drankje nemen? Maar laat ik het maar niet doen. Want kan ik beter morgenavond doen, denk ik. Want dan, om het een beetje te vieren, zeg maar. Ja, dan weet ik het wel. Daar slaap ik zo goed op. Dat laten we dat denk ik maar niet doen. Goed, genoeg gepraat. Ik ga jullie morgen weer zien. Goedemorgen op deze zaterdag. Het is 13 maart. Het is 7:55. Ik ga mezelf klaarmaken, want ik word zo opgehaald. Want vandaag is de dag van de grote verhuizing bij mijn vader. Ik moet zeggen, ik voel me niet helemaal top. Ik ben misselijk. Het is net gekomen met het sporten. Dus ik weet niet of ik iets te fanatiek bezig ben geweest. Maar ik voel me niet helemaal lekker. Dus ik ga zo nog wel even voor. Ik ga een flink glas cola wegdrinken. Maar ze werkt dat wel. Niet zo heel lekker in mijn buik, moet ik zeggen. Dus ik denk ook dat alle spanning er een beetje uitkomt van... Het wachten op het UWV en dat dat nu dan klaar is en dat ik dat nu gewoon een beetje aan het voelen ben ofzo.
Ja, vorige week had ik eigenlijk nergens last van, maar dat kwam omdat ik natuurlijk had verwacht van ja, het duurt allemaal nog super lang, maar ja. En ook altijd als ik moet slapen en ik moet er vroeg uit, kan ik niet slapen. Ik val gewoon niet in slaap. Ik lig dan zo lang nog wakker. Maar ja, goed, het is niet anders. We slepen ons er doorheen. Ik hoop alleen dat die misselijkheid gaat zakken, want dat is wel echt heel vervelend. Gisteravond Flikker Maastricht gekeken. Hele spannende uitzending. Het was een aflevering van een dubbele. Daar gaat volgende week verder. En dan is ook alweer de laatste. Echt super jammer. Daarna Red Light gekeken. Ook weer heel spannend. Toen ben ik de video gaan editen en mijn artikel gaan schrijven. Dikte gaan kijken en toen nog even Zonder Stad. En toen ben ik naar bed gegaan. Nieuw boek begonnen, een heel leuk boek. Maar 75 bladzijden, dus echt een heel dun boekie. En leest heel makkelijk weg, dus die heb ik vanavond uit. Ik krijg een appje. Kijken. Dat is van mijn vader. Zijn vriendin is onderweg om mij op te halen. Dus, ja. Dat, die komt er dan straks aan. Maar het stormt. Hij zei al, ze zal wel iets later zijn. Zo denk ik ook dan. Vanwege de storm. Maar het liefst was ik dus terug in bed gekomen, omdat ik me niet zo lekker voelde. Maar ja. Gaat niet. Dus ja, hoop ik dat de cola wel doet. Ik zal even een spulletje nog in een tasje doen. Ik kan nog wel even de kattenbak scheppen. Ja, dan word je wakker en dan wacht er ook alweer een lading kots op je van een van de katten. Top. Dus wat dat betreft, ja, is het niet fantastisch. Ik zei het gisteren al, ik weet eigenlijk niet of ik vandaag echt wat kan vloggen. We zijn de hele dag bezig. Dus ik neem de camera wel mee voor de zekerheid, maar ik... Ik weet niet of er echt iets is wat ik kan vloggen, omdat het gewoon, ja, ik ben druk. Het moet allemaal een beetje op tijd af. We zitten natuurlijk ook met de avondklokjes, je moet ook weer op tijd terug zijn. Dus, nee, dat weet ik nog niet. Maar goed, dat gaan we wel zien. Laat ik hier nog iets liggen. Ja. Dus, ja, verder heb ik ook eigenlijk niet zo heel veel te melden. Dat ik nog steeds gisteravond heel blij was. En dat ik me nog steeds een heel blij ei voelde. Dat het nog steeds niet is ingedaald allemaal. Dus ja. Het is vreemd. Maar goed. Ook wel. Wel relaxed. Ik ga me even verder klaarmaken. Even spullen pakken. Kan ik even kattenbakken scheppen. En dan even rustig een glaasje cola wegdrinken. En dan. Ja. Ga ik straks die kant op. Dus we gaan zien wat er vandaag te vloggen valt. Zo, we zijn live vanuit de lift. En ik ga nu naar beneden. En dan gaan we verder. We hebben nu net de hele kar volgeladen. Dus ik heb nu net het tafeltje naar boven gebracht. En dan gaan we verder spullen uitzoeken. En ik ben nu beneden. Dus ik ga even verder. Inmiddels thuis. Ik heb frietjes opgehaald. Om even te vieren dat ik ook de uitkering heb gekregen. En omdat het nu ook wel lekker makkelijk is, hoef ik zelf niks meer te doen. Ik zie jullie straks sowieso nog eventjes, maar ik ga nu eerst even lekker eten. Zo, ik ben weer lekker fris en fruitig. Ik had er ook heel erg behoefte aan een douche. Ik voelde me heel vies. We zijn echt super druk geweest. Vloer eruit gehaald. Vloer afgevoerd in de containers. In de containers, in de bak. Die is gaan legen nog. Naar de sloop moest die nog... Keuken schoongemaakt, spullen overgereden naar het nieuwe huis. Spullen van boven versleept, vloeren. Nou, echt, we hebben heel veel gedaan. Ik zal eens even mijn stappen laten zien. Even kijken hoor. De stappen. Ik heb vandaag 365 kilocalorieën verbrand. En ik heb 22 minuten getraind. Ik heb 11 uur gestaan.
En mijn stappen zijn 8573. Dus nou, ik vind het heel goed. Ik heb vanochtend nog wel eventjes een beetje overgegeven toen ik voordat ik wegging. En ik was zo misselijk, ik zat mijn oogmake-up te doen. Ik moest gewoon even overgeven. Maar daarna voelde ik me ook gelijk weer top. Dus nou ja, toen die kant op gegaan, lekker begonnen met koffie. Onze dingen gedaan. Dus ja, het was een heftige dag, maar het was lekker. En ik verlangde zo erg naar de douche dat ik me nu gewoon weer helemaal lekker fris voel. Ik had weer zere lippen, dus het is helemaal top. Ik ga nog even lekker genieten van mijn milkshake, want die heb ik nog. Ik zat gisteravond heel erg te denken, oh, zal ik een drankje nemen? Ik eigenlijk heb wat te vieren, weet je wel. Ik heb zo goed nieuws gekregen, ook lekker een drankje nemen. Ik denk, nah, nee, toch maar niet doen, want mijn wekker ging vanochtend kwart over zeven. Ik denk, nou, laat ik dat maar niet doen. Dus dat heb ik niet gedaan. Misschien dat ik hem straks nog pak, maar dat weet ik niet. Ik ga in ieder geval straks even lekker een bakje koffie maken. Dan ga ik even John van de Heuvel op Videoland verder kijken. Dan ben ik even benieuwd naar de Verraders. Dat heb je om 9:30 op RTL4 even kijken of dat wat is. Ga ik daarna ga ik nog even aan de vlog werken. Dan ga ik Dikte kijken en Zonnestad. En voor de rest doe ik niet veel meer vanavond. Morgen weer een nieuwe dag. Ik heb een paar nagels die gesloopt zijn. Die moeten eigenlijk wel een beetje bijgevuld worden. Heb ik al wel een beetje gedaan. Maar ze zijn nog een paar zijn nog een beetje scherp. Dat wil ik nog even doen. En doe ik morgen ook meteen nagels. Want er heb ik nu geen fut meer voor om weer naar boven te lopen. Maar goed, ik ben in ieder geval weer lekker thuis. Het is nu 7:55. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ben nu eigenlijk niet veel meer waard. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 14 maart. Even lekker op de bank. En ja, ik heb lekker geslapen. Ik was ook echt heel erg moe. Ik ben nog wel een beetje aan het bijkomen. Maar goed, het is met heel veel liefde gedaan. En ze zijn in ieder geval lekker over, dus dat is fijn. En de komende dagen trek ik wel bij. Dinsdag en woensdag, dan ben ik wel weer helemaal mezelf. Ik was even aan het kijken, want je hebt een goede voetbal. Je hebt twee goede voetbalwedstrijden vandaag. Je hebt namelijk PSV en Feyenoord die tegen elkaar spelen. Maar misschien hebben die al wel gespeeld. Moet ik even nakijken. En dan heb je om 4:45 Ajax, Pek Zwolle of Pek Zwolle Ajax volgens mij. Even kijken hoor. PSV Feyenoord. Die is niet op televisie. Ik heb geen zin om de stream aan te zetten. Nou, ze spelen wel vandaag. Nou ja, ze zenden dus nu Utrecht Vitesse uit. Toch wel apart. En ik hoop dat Feyenoord wint, want dat zou voor de puntjes gewoon lekker zijn. Dan loopt PSV nog meer achter. Als Ajax dan wint, dan wordt de kans op het kampioenschap voor PSV gewoon veel kleiner. En voor Ajax veel groter. Dus dat zou top zijn. Ik heb even gesport. Maar ik baalde een beetje op mijn oortjes waren leeg. Dus ik heb niet... nee, daar baalde ik echt een beetje van. En dat die leeg waren. Dat is gelijk een stukje saaier. Dan duurde het ook wat langer. En Mickey was ook al aan het miauwen. Want die had me gemist. Dus we hebben inmiddels al uitgebreid geknuffeld. Gisteravond heb ik eventjes gekeken naar de documentaire van John van de Heuvel verder. Daarna de Verraders, maar dat was niks voor mij, want ja, het is een beetje Wie is de Mol-achtig en ik heb ook niks met Wie is de Mol. Dus ik heb dat, ik heb een stuk gezien, maar het boeide me niet. Dus het is voor mij niet voor herhaling vatbaar. Ik las wel heel veel reacties van mensen die zeiden van, oh, wat een goed programma, ik zat met spanning op de stoel. En ik voelde het niet, nee, ik had het niet. Er zaten ook mensen bij, sommigen die kende ik helemaal niet. Ook wel een hoop die ik wel kende, maar ik had er helemaal niks mee. Ik heb de vloggen wel af tot gisteren, dus dat was lekker. Wel even lekker doorgewerkt. Toen heb ik Dikte gekeken. Ik moet wel zeggen dat het laatste seizoen... Kom maar, Mickey! Ja, kom maar naar beneden! Mickey zit boven. Het laatste seizoen van Dikte is gewoon... er zijn twee mensen die je eigenlijk vanaf seizoen 1 weg hebt. Allebei de regisseurs. Twee mensen vanaf seizoen 1 eigenlijk, dat die erin zaten, die zijn allebei weg. Want die hele zin die klonk raar. En dat maakt het gelijk toch wel een stukje anders. Waardoor het is, het, ja, ook één vriendin van Dikte, die is er niet meer. En ze hebben wel kort gezegd waar ze heen was. Maar ja, ik weet het allemaal niet. Dus dat vond ik wel, ja, dat vind ik iets minder. Maar goed, ik heb nog een paar afleveringen, dan is het ook klaar. Daarna heb ik Zonnestad gekeken. Toen ben ik ook naar bed gegaan en heb ik mijn boek gelezen. Ik heb wel een stukje in een nieuw boek begonnen, maar ik was op een gegeven moment te moe. Ik heb het weggelegd en ben gaan slapen, dus prima. En nou ja, toen heb ik wel doorgeslapen en ja, dat was het. Vandaag niet veel op de planning. Ik moet wel even foto's maken. Ik ga eventjes
mijn groenten afhalen. Eerst zo even heel goed stofzuigen hier, want dat heb ik gisteren niet gedaan. Even de kattenbakken scheppen, dat had ik gisteren wel gedaan voor ik wegging. En dan ga ik eventjes mijn overige kwasten nog wassen. En dan ga ik daarna even de foto's doen. En dat is het. Ik laat je nog wel even zien waar ik foto's van maak, maar ik ga je even verder nergens bij zitten. Of jullie even nergens bij zitten. Ja, was je daar weer? Kom je van boven? Kom je ook even laten zien dat je er was? Ja, je bent gemist, hè? Ik jullie ook, hoor. Ze staat alweer voor het raam toen ik thuis kwam. En Mickey kwam gelijk de gang in, hè? Dan wou je eten. Dus heb je lekker eten gehad. Toen ging ik zelf eten. Ja. Ja, verder gewoon ook een beetje chill. En dan natuurlijk om 4:45 Pack Ajax kijken. Dus ja, dat is verder de planning. Het is niet heel spannend. Maar ik vind het wel lekker gewoon even een beetje relaxed. En ik had nog een splinter in mijn vinger. Nou, althans, ik dacht dat het een splinter was. Maar het bleek uiteindelijk gewoon een zwart puntje te zijn. Ik had maar een hout een beetje pijn gedaan. Maar het is er wel uit. Dus dat is fijn. Dus ja, ik heb trouwens nog een ventilator gekregen. Die moet ik zo even naar boven brengen. Mijn vader had een ventilator over. Nu ging hij die niet gebruiken. En toen vroegen ze of ik die nog kon gebruiken. Dat kwam eigenlijk wel heel goed uit. Want ik heb één kapotte ventilator die boven staat. Die moet weg. En eentje die was heel oud. Het was zo'n tafelmodel. Er zat allemaal stof in. Die kreeg ik niet meer schoon. De voorkap was er ook af. Dus ik had al wel zoiets toen het einde van de zomer was. Nou, volgend jaar ga ik een nieuwe kopen. Want ja, ik had zoiets. Dit is gewoon eigenlijk ook niet meer gezond. Maar ja, elke keer als ik dan een ventilator wilde kopen, was ik al veel te laat. Waren ze wel uitverkocht natuurlijk. Dus nu heb ik er eentje bij. Dus die andere twee die kunnen mooi weg. Moet ik even mijn tijd met mijn coach kijken. Ik heb nog wat meer dingen die weg kunnen. Waar we dat kunnen heen brengen. Dus dat. Ik ga nu even lekker stofzuigen en je bak scheppen. Dan ga ik even de groentes doen. En dan ja. Gaan we even de kwasten wassen en dan gaan we foto's maken en dan doen we niks meer. Nee? Dus dat ga ik eventjes doen. Dus ik laat je straks nog even zien waar ik foto's van ga maken. Kijk, dit boek mensen. Kijk, ik heb dit boek ooit gekregen. Ik was vroeger, ik ben nog mijn tweede jaar ben ik geopereerd aan een lui oog. En ik heb dus ook al van mijn tweede jaar een bril. En op een gegeven moment kreeg ik vanuit het ziekenhuis dit boek toegestuurd. Het boek valt van ellende bijna uit elkaar. Het is ook meer dan 20 jaar oud. Ik heb zelf toen dit plaatje gekozen om op het pleistertje te doen. Ik had vroeger ook een afgeplakt oog. Dus dan kon je er zeg maar zo'n plaatje op doen zodat het wat leuker werd. Maar het laat eigenlijk een beetje het verloop zien van hoe het is als een kindje een bril krijgt. Maar kijk hoe oud dit is. En het grappige van dit boek was... kijk, het wordt gewoon echt op een heel kinderlijke manier verteld... Op een gegeven moment gaat hij dan naar de oogarts, het jongetje. Krijgt hij zijn oogje wordt afgeplakt. Maar dan gaan ze op een gegeven moment een bril uitzoeken. En dan kun je dus hier zo, voor jezelf een brilletje uitkiezen. Er zit zeg maar zo'n kaart in en daar zit dan twee kanten. Dan kon je een bril uitkiezen voor dat jochie. Echt heel grappig. Dus dit boek dat had mijn moeder nog gevonden. Toen zei ik van nou dat moet je maar wel bewaren. Want dat wil ik eigenlijk nog wel een keer graag hebben. Gewoon omdat het een beetje een herinnering is aan vroeger. Dus die ga ik eventjes boven netjes neerleggen. Maar ik vond het wel even heel grappig. Dat je er even wordt teruggenomen in je kindertijd. Nou, alle kwasten zijn weer schoon. Dus die liggen lekker te droog. Ik hoop wel dat het droog wordt. Maar vanavond gaat sowieso de verwarming aan. Hij staat nu nog niet aan. Ik heb dit nog aan vaat staan. Dat moet ik vanavond allemaal doen. Want ik had daar geen zin meer in. Gisteren de groente is afgehaald. Ik ga even kijken hoe de stand staat bij de wedstrijd. Ik zag net, de laatste keer dat ik keek, stond Feyenoord voor. Het is PSV Feyenoord trouwens. Dus eventjes refreshen. Oh, het is 1-1. Oh, het is nu rust. Ik ga nog even wat op de slaapkamer opruimen. Dan ga ik even spullen pakken voor de foto's. En dan, ja, heb ik toch wel weer wat dingen gedaan. En vind ik ook altijd wel lekker een beetje in huis wat dingen doen. Maar in ieder geval wel weer blij met mijn kwasten schoon zijn. Dat vind ik altijd wel heel erg lekker. Zo, ik heb inmiddels even de spullen gepakt om te reviewen. Ik ga deze even voor een extra artikel doen. De Shein SOS Concentrated Hand Cream. Ben ik wel benieuwd naar. Dus die is voor een extra artikel. Dan heb ik hier vier lipkleuren. De Stay Matte. En volgens de website gaan deze eruit. Ik heb deze in de kleur 06 To Be Fair. Dan heb ik hier I Dare To You. Dat is nummer 8.
4, Mad About You. En dan heb ik nog nummer 9, Bite Me If You Can. Dan heb ik deze Perfection Powder van Catrice. Die. En ik heb twee oogschaduwpaletjes van Lottie London. Dit zijn de Lila Loves. En ik heb hier Sahara. En ik heb hier Fantasy. Ik zal even kijken of ik ze open kan maken. Kijk, en dat zijn deze kleurtjes. Dus hier ga ik eventjes foto's van maken. Dus ik ga eventjes de boel opbouwen. Dan gaan we lekker even foto's maken. Want het is 4:30, dus mooie tijd. Kan ik nog even importeren en dan ben ik straks klaar voor de wedstrijd. Zo, alles is klaar. Ik voel nu wel meer mijn rug, maar dat komt natuurlijk omdat ik continu op de grond zit. En allerlei posities aanneem om de foto's zo goed mogelijk te krijgen. Maar goed, ik ga ervan uit dat het wel weer wegtrekt. Straks lekker warm douchen. Ik heb net alles opgeruimd. Ik heb zelfs nog even mijn voeten een beetje mijn eelt geveld. Maar ja, het is niet fantastisch. Omdat ik het zelf altijd best wel lastig vind. Ik heb nog even een apparaatje over mijn nagels heen gehaald. Zodat die weer wat glad zijn. Want die hebben natuurlijk gisteren best wel wat te verduren gehad. Ze zijn ook niet super mooi meer. Maar goed, dus zijn ze in ieder geval goed voorbereid om er vanavond een kleurtje op te doen. De katjes hebben net lekker gegeten. Ik heb net even alles opgeruimd. Alleen de batterijen van mijn flitser die zitten nu in de oplader. Want die sprong uit net toen ik klaar was. Dus dat was wel goed getimed. Ga ik zometeen even Pack Ajax aanzetten. Ik geloof dat het gelijk is gebleven bij Feyenoord PSV. Ik ga het even nakijken. Volgens mij is het nu afgelopen. Ja, 1-1 geworden. Nou, dat is toch weer een punt. Jammer, maar goed, dan moet Ajax straks hopelijk winnen. Dan ga ik lekker douchen, dan ga ik even eten maken. Vanavond lekker op de bank. Je hebt miljoenenjacht, ga ik lekker kijken. Daarna wie van de drie. Dan ga ik eventjes mijn foto's bewerken voor mijn artikel van morgen. En dan ga ik dikte kijken. En daarna heb ik het meisje van plezier. Dus dat wordt verder mijn avond, niet bijzonder. Maar gewoon lekker chill op de bank. En ja, ik merk nu gewoon dat ik wat meer last van mijn rug heb. Maar goed, ik heb desondanks nog best wel een best wel druk geweest. Ik was dus gewoon, nou, de ventilator is naar boven gebracht. Dus wat dat betreft, ja, ik ben toch wel tevreden. Maar het is gewoon wel lekker om in huis dan een beetje te keuvelen, zeg maar. Ik ga jullie dan nu gewoon ook morgen weer zien. Want ik ga nu de televisie aanzetten. Ga ik lekker even wat drinken en dan ga ik even lekker de bank op met Ajax. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is alweer 15 maart en ik ben klaargemaakt. Ik heb een nieuwe lipstick, die ben ik aan het testen. Ik vind hem nu al fantastisch. De matte van Essence komt volgende week een review van online. Dus ik had net even voor de grap de stemwijzer gedaan. Ik weet gewoon al, vanaf het moment dat de stemmingen eraan kwamen, wist ik al welke partij ik wilde stemmen. Maar Nathalie stuurde het linkje door, want zij had de stemwijze gedaan. En ik was eigenlijk wel benieuwd of de partij waarop ik zou gaan stemmen er ook tussen stond bij de stemwijzer, bij mijn keuzes. Zou trouwens niks afgedaan hebben, stond deze partij er niet bij, want ik zou alsnog op de partij gaan stemmen waarop ik wil stemmen. Maar hij stond er wel bij. Ik ga overigens niet zelf stemmen. Ik heb de stem aan mijn vader gegeven. Dat heb ik vorige week geregeld. Ik heb een machtiging afgegeven. Het was nog wel even een gedoetje omdat wij niet in dezelfde woonplaats wonen. Maar ik kan zelf niet gaan stemmen omdat het altijd op de dag is dat ik mijn coach niet heb. En toen zei mijn vader van nou dan ga ik wel voor je. Want dan gaat je stem in ieder geval niet verloren. Dus dat hadden we geregeld en hij had nu de stempas binnen. Dus dat was top. Ik weet niet wanneer hij gaat stemmen, maar ik denk gewoon woensdag. Gisteravond, ja, ik heb lekker Ajax gekeken. We hebben gewonnen, dus dat was top. Gedoucht, gewoon lekker gegeten. Toen ben ik miljoenenjacht gaan kijken. En ondertussen had ik mijn nagels gelakt met dit kleurtje. Of althans, deze kleur zit erop. En het is dit lakje. Dit is de 83 Orange is de New Black. Dus ik vind hem wel heel mooi. Ik vind het een heel mooi kleurtje. Na miljoenenjacht heb ik wie van de drie gekeken. En toen ben ik de foto's gaan bewerken voor mijn artikel voor vandaag. En daarna
ben ik Dikte gaan kijken en Het Meisje van Plezier. Dus dat was eigenlijk verder mijn avond. Toen lekker naar bed gegaan, lekker mijn boek gelezen. En nog even een spelletje gespeeld. En toen ben ik ook geslapen, want ik merkte nog steeds wel dat ik moe was. Maar goed, dat zal nog wel even een paar dagjes aanhouden. Maar goed, dat geeft niet. Ja, verder vandaag op de planning. Ik ga zo stofzuigen en even de kattenbak scheppen. En dan ga ik daarna eerst de video opnemen voor zaterdag voor jullie. En daarna ga ik nog even bullet journalen. Dus dat is het. Eigenlijk een rustig dagje, maar wel gewoon even lekker. Ik zie dat mijn horloge nog niet om heb. Die moet ik even gaan pakken, want dat voelt nu heel kaal. Dus ik ga dat allemaal eventjes doen. En dan dan zet ik je er straks even bij met bullet journalen. Maar eerst maar even zorgen dat de video erop komt. En hier eventjes netjes maken. Zo, ik heb de shoplog opgenomen van de Action. Dus die is klaar. Ik ga even de spullen opruimen. Dan kan deze tas ook eigenlijk direct zo naar boven. Dan kan ik van de week gewoon eventjes dit lekker editen. En dan kan het online zaterdag. En dan kan ik dit allemaal weer gaan gebruiken. Dus eigenlijk nog lekker vroeg. Het is gewoon heel vlot gegaan, maar ik had ook niet superveel. Dus dat is wel mooi geregeld. Ik heb het een beetje koud. Dus ik heb net wel mijn nagel bijgewerkt, want ik had alweer een beschadiging. Daar baal ik al heel erg van. Ik zie er hier alweer een. Het is geen topnagellak, dat zie ik al. Maar goed, ik ga dit even opruimen, wat drinken en dan ga ik bullet journalen. Zo, toch nog even lekker bezig geweest. Weer helemaal een beetje upgedate. Alleen mijn haar zit niet helemaal lekker vandaag. Het ging eigenlijk allemaal wel vrij vlot. Dus op zich wel lekker. Ik heb wel de verwarming al wat aangedaan. Want ik had het echt heel erg koud. Dus dat heb ik wel gedaan. De katjes hebben net lekker gegeten. Ik heb toch hier en daar mijn nagels moeten bijwerken. Want die waren toch al wat gechipt. Dus het is niet de beste nagellak weer. Maar goed. Straks lekker warm douchen, dan ga ik eten maken. Ik heb haricot verts met rostirondjes en kipfilet. Die rostirondjes moeten er zo nog even uit. Eventjes afwassen en dan ga ik Goede Tijden kijken. Uitstel van executie en daarna lekker Chateau Meiland, daar heb ik heel veel zin in. Vanavond schrijf ik een artikel voor mijn blog en ik heb nog een persbericht ontvangen, maar ik moet even kijken naar het embargo. Per wanneer hij online mag komen. Want vaak staat erbij dat hij niet voor die bepaalde datum online mag. Dus daar moet ik even rekening mee houden. Dus wil ik nog even naar kijken. En anders probeer ik die in te plannen als hij alweer online mag komen. Verder heb ik weer Dikte. En ga ik lekker kijken naar Het Meisje van Plezier. Ik heb nog 3 afleveringen van Dikte. Dus het schiet nu op. Ik vind hem heel mooi, die lipstick. Hij droogt heel mat op. Maar hij voelt wel heel droog aan. Dus ik merk wel dat er vanavond weer een hele lekkere
lippenbalsem overheen moet. Maar ja, ik vind het toch wel heel erg mooi. Zo, deze kleur. Ja, ik ben er wel blij mee. Ja, ik ga nu de rossinontjes uit de vriezer halen. Dan kunnen die even wat zachter worden. Dan ga ik even lekker wat drinken. En dan ga ik eventjes lekker relaxen. En dan zie ik jullie ook gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan heb ik eigenlijk niks meer te vertellen. Ja, ik heb Nathalie nog eventjes geholpen. Want die was met zonnestad bezig. Ze kon elke keer niet kijken. Dus ze moest een speciaal programma hebben. Laptop zat steeds vol. Nu ja, uiteindelijk was het gelukt. Een latere aflevering kunnen ze ook lekker gaan kijken. Dus dat is fijn. Dus dat. Dus nou ja, ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 16 maart. Ik ben klaargemaakt. En ik ga zo even de kattenbakken doen. Een was aanzetten. De gang en de douche. Dus eigenlijk de standaard dingetjes. Dus daar neem ik jullie dan in mee. Verder heb ik gisteravond gekeken naar uitstel van executie een deel. Ik moet nog het laatste stukje moet ik nog kijken, want dat duurt altijd anderhalf uur. Vind ik net lang zat. Daarna ben ik Chateau Meiland gaan kijken en dat vond ik heel heftig. Want ik had vorige week al wel gehoord dat hun hondje overleden was. Je zag ook in de laatste uitzending van donderdag ook dat het al niet zo heel goed ging met het hondje. Maar ik had niet, en ze lieten dus nu gisteren, lieten ze dus zien dat dat hondje dus ook ingeslapen moest worden. Maar ik had niet verwacht dat het al zo snel op televisie zou zijn. Maar ik vond het best wel heftig, want ze namen je best wel ver mee, ook echt naar de dierenarts. Dat het hondje ingeslapen werd. En je zag later zelfs ook het hondje hoe die er dood bij lag. Dat hadden ze voor mij iets meer privé mogen houden. Ik heb echt een paar tranen gelaten. Maar ik dacht ook, ja, dat is toch wel iets wat je privé wilt houden misschien. Natuurlijk, het hoort misschien ook wel bij een real life zo. Maar ik vond het best wel heftig. Dus voor mij hadden die beelden er niet per se ingehoeven. Dus dat was wel heel treurig. Maar er was gelukkig ook veel te lachen. Dus dat scheelt. Toen ben ik een artikel gaan schrijven voor mijn blog. Ik heb ook het persbericht heb ik ingepland. Die staat inmiddels ook al online. Want er stond geen embargo bij. Dus die kon gewoon al online. Toen ben ik Dikte gaan kijken. Ik heb vanavond begin ik aan de ene laatste aflevering. En daarna heb ik het Meisje van Plezier gekeken. En dat eindigde heel spannend. Dus ik ben heel benieuwd vanavond naar het vervolg. Want in seizoen 3 merk je toch wel dat het steeds moeilijker wordt om haar geheim te houden, zeg maar. En erover, volgens mij is deze man, ja, er was iemand die was ziek en die liep even onder een auto. Dus toen dacht ik, oké, volgens mij is die dood. Dus dat ga ik vanavond verder kijken. Verder eigenlijk niet veel gebeurd. Ik had lekker gegeten. Dus niet heel erg bijzonder. Ik ga even nu muziekje aanzetten. En dan ga ik eerst eventjes een was bij elkaar schrapen. Want het is echt niet normaal hoe vol die wasmand zit. En dan kan die lekker aan. En dan ja, neem ik jullie weer mee. Dus tijd om wat te gaan doen. Zo, alles is lekker schoon en ja, ik heb jullie er even niet overdreven veel bij gezet. En, maar anders is het ook elke week zo hetzelfde. Dus ik dacht, ja, het is ook wel leuk een beetje verandering. Je hoort de wasmachine op de achtergrond nog draaien. Die is nog niet klaar, die zal straks wel klaar zijn. Dan kan ik die was nog even ophangen vanavond. Maar ik deed net... Mickey die kwam net even zitten.
Die deed dit. Neusje, neusje. Dus dat was wel heel schattig. Nou ja, alles is lekker schoon. De gang weer helemaal. Ik heb de kattenbakjes ook weer helemaal afgewassen. De katten hebben nu trouwens net ook gegeten. Een drinkbakje helemaal afgewassen. Nou, de kattenbakken zijn lekker schoon. Dat hebben jullie kunnen zien dat ik daarmee bezig was. De wasmand, dat blijft een probleem. Die is nog steeds pokkenvol, zeg maar. Maar goed, ik hoop vrijdag nog even een was te kunnen doen. Want ja, voordat dat weer droog is. Ik hoop dat dit allemaal droog is. Dan kan die was in ieder geval er weer hangen vanavond. Dus ja, dan hoop ik dat ik een beetje rondkom. De douche is ook weer heerlijk schoon. Ik had een nieuwe mop gebruikt. Die kan ik wel even laten zien. Ik haal hem niet helemaal uit de kast. Maar ik had deze mop. Kijk, deze. Die moet je uitwringen. Die kwam bij mijn oma vandaan. Ja, en die gebruikte hem niet meer. Hij was eigenlijk nog zo goed als nieuw. Dus zei ik, nou die wil ik wel. Dus daar heb ik nu mee gedweld. En dat ging ook echt super goed. Je moet hem wel heel goed uitwringen. Maar dat gaat echt super goed. Dus ja, alles wat wij je makkelijker maakt is natuurlijk meegenomen. Dus ja, wel weer fijn dat alles schoon is. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik Goede Tijden en Verslaafd. Vind ik toch wel een heel mooi programma. Ondanks dat het niet helemaal van een leien dakje gaat, vind ik het wel heel mooi om naar te kijken. Daarna nog even Bo in Flora Dorp en wil ik eventjes Uitstel van Executie afkijken. Dan ga ik de vlog verder editen, zodat die klaar is. Ga ik mijn foto's bewerken. En ga ik weer Dikte kijken en Meisje van Plezier. Dus dat wordt verder ook mijn avond. Wel even lekker douchen en koken. Maar goed, dat zijn van die standaard dingen. Dus dat ga ik nog even doen. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Want ik heb verder eigenlijk niks meer te melden. Oh ja, ik had maandag trouwens nog... ik had zondagavond mijn nagels gedaan. Toen ging ik de randjes netjes maken. Kreeg ik een hele sloot nagellak remover over mijn voet heen. Nou, dat is ook smerig. Maar goed, kan gebeuren. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nou nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button en als je daarop klikt ben je gratis geabonneerd. Er staat ook een belletje naast en als je die aanklikt blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij de volgende video weer te mogen zien. Doeg!